verliefd geworden op Antwerpen in 1974. Ik was 12 jaar, ze speelden Europees tegen Ajax, het grote Ajax. Ze schakelden die bijna uit, een goal vlak voor tijd van Alfred Riedel die onterecht afgekeurd is. Ik was 12 jaar, ik heb heel de nacht gehuild en ik besefte plots dat God niet bestaat. Want als God bestond, dan zou hij dat niet toelaten dat zoiets zou gebeuren. Natuurlijk, nadien heb ik Antwerpen Vitosha meegemaakt. Toen wist ik van, allee, toen dacht ik weer van, God, misschien bestaat God wel. Dan hebben we 12 plus 1 jaar in tweede klasse gezet en dacht ik, nee, God bestaat niet. En nu, als ik hier rondkijk, dan denk ik weer van, ja, God bestaat misschien toch wel. Alles te lezen in liefdevolle kleuren. Nee, een boek over Antwerpen. Over Antwerp supporters, over wat Antwerp zo uniek maakt. Het zit zo diep, dat Antwerpgevoel, die liefdevolle kleuren in ieders lichaam, dat je volgens mij hier iedere week anekdotes kunt aanbrengen. Dus ik zou, fijn, kijk al uit naar liefdevolle kleuren 2, liefdevolle kleuren 3 en eventueel liefdevolle kleuren Strikes Back, want zo gaat dat dan in de cinema.